Het wisselvallig presterende HFC tegen het slecht presterende De Dijk. Dat in degradatienood verkeert en dus moet in Haarlem. Deze bal komt met een beetje geluk bij Tayeb terecht die hem meegeeft aan Ryan. En de nieuwe spits van De Dijk maakt het 0-1. En dat is verrassend, al na een kwartier spelen. Hij is de vervanger van de vertrokken Jack Tuyp. Moest het doen met heel veel invalbeurtjes. En weet nu zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken in de tweede divisie. 0-1 dus voor De Dijk. En HFC, dat wisselvallig presteert in 2018, moet dan komen. Gert-Jan Tameres achter de bal. En hij laat de doelman van De Dijk, Borgman, verstijfd in zijn goal staan. De vrije trap gaat niet eens richting de hoek, maar is zo hard dat Borgman niet weet wat hij ermee moet. En dan staat het 1-1 vlak voor rust. In de tweede helft een scrimmage voor de goal van De Dijk. Boerkop nog in, maar uiteindelijk wordt de bal ternauwernood weggehaald. En weet De Dijk te voorkomen dat het op een achterstand komt. En die achterstand zou terecht zijn, want De Dijk is veel minder dan HFC. En dan zul je altijd zien dat er aan de andere kant één kans wordt gecreëerd. Deze bal van Tayeb gaat richting de 16 meter en wordt ingeschoten. Het doelpunt is van Harry Zwarthoed. Hij maakte één doelpunt dit seizoen. En laat dat nou net ook een doelpunt zijn geweest dat tegen HFC werd gemaakt. Toen won De Dijk echter niet. Nu wel, want het staat met 1-2 voor. Tameres dan nog met één kans vlak voor tijd. En de redding is niet noodzakelijk omdat de bal tegen de lat komt. Onfortuinlijk de nederlaag van HFC. En De Dijk weet eindelijk weer eens te winnen. Het is de tweede overwinning in acht duels. Sven Kramer, middag met een 1-1.